Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de bescherming van de rechtsstaat zegt iedere politieke partij tegenwoordig hoog in het vaandel te hebben. Na de afschuwelijke kinderopvangtoeslagaffaire waarin burgers tegenover de staat voor de rechter stonden en geen schijn van kans hadden op een eerlijk proces, omdat de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur, nou ja, dus klaarblijkelijk, even buiten werking traden in rechtszaken waarin het de staat veel te heet werd onder de voeten. Iedere partij van links tot rechts vond toen dat de staat de burger geen schijn van kans had gegeven en dit nooit had mogen gebeuren en dit nooit meer mag gebeuren. Voorzitter, de rechtsstaat is in het nauw gedreven, echt in het nauw. Dat hebben we al geconstateerd. Dit kabinet is erop afgetreden en belooft de wetenschap. Maar nu, deze week, doet het demissionaire kabinet alles om de onafhankelijke rechtsgang, ditmaal over de avondklok, rücksichtloos naar zich toe te trekken. Voorzitter, aan het begin van dit debat heb ik het ordevoorstel gedaan om deze spoedwet voor de avondklok per direct dus controversieel te verklaren. En daar was weinig steun voor op dat moment. Maar ik zal nu uitleggen waarom het controversieel verklaard zou moeten worden. Voorzitter, de avondklok vormt een zeer vergaande inbreuk op ieders bewegingsvrijheid. Het vormt een inbreuk op onze grondrechten en die van het EFRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar nog los daarvan, niet alleen onze bewegingsvrijheid staat op het spel, ook de rechtsstaat wordt door deze avondklokspoedwet in het hart geraakt. Voorzitter, eind vorig jaar hebben we in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer lang en uitvoerig gedebatteerd over de coronaspoedwet. Het kabinet en de Tweede Kamer hebben maandenlang gesteggeld over de inhoud van de speciale tijdelijke coronawet. Het grootste struikelblok in deze ontwerpwet was de wijze waarop de minister van Volksgezondheid uitzonderlijk veel macht naar zich toe trok door de volksvertegenwoordiging buitenspel te zetten. Dat werd in de laatste versie die naar de Kamer werd gestuurd slechts ten dele gerepareerd. En daarom stemde ik dus tegen deze coronaspoedwet. Maar dat terzijde, voorzitter, de avondklok. De zeer controversiële avondklok kwam in het gehele concept niet voor. En iedere suggestie daartoe werd al vorig jaar verworpen. Iedereen herinnert zich nog wel de allereerste motie over de avondklok, de motie Wilders, die in stemming werd gebracht op 4 november 2020. Waarin de regering verzocht werd niet over te gaan tot een avondklok, omdat dit een disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel is ter bestrijding van corona en omdat het volgens het OMT geen medische basis heeft, maar slechts bedoeld is om een gevoel van urgentie aan te wakkeren. Voorzitter, deze motie is aangenomen, alleen de VVD, de ChristenUnie en het CDA stemden tegen. Nou, en hoe anders is de situatie nu? Bij de partijen. Want is het nu, een paar maanden later, wel een proportionele maatregel? Is het noodzakelijk? Zijn de belangen behoorlijk afgewogen? Is de avondklok als maatregel wel proportioneel? Dat was en is onvoldoende gemotiveerd, volgens de rechtbank, volgens de Raad van State. Ik ben het van harte met eerdere sprekers eens die op het standpunt staan dat de definitieve versie van de spoedwet ook aan de Raad van State zou moeten worden voorgelegd, gezien de veranderingen in een wet in formele zin. En daar wil ik mij bij aansluiten. Want ook nu blijkt onomwonden uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Kamer over deze avondklokspoedwet, ik citeer het antwoord op vraag 5, vooropgesteld is dat vanwege gelijktijdige introductie van beide maatregelen het effect van de avondklok niet los beoordeeld kan worden van de aanpassing van de bezoeksbeperking. En vanwege de korte duur van de maatregel heeft het OMT nog geen uitspraak kunnen doen op grond van een berekend reproductiegetal. Gek genoeg hoorden we de heer Van Dissel namens het OMT wel in de rechtszaal en daarbuiten betogen dat de avondklok toch echt noodzakelijk is in de strijd tegen het coronavirus. Maar echt meten wat de effectiviteit is, dat kunnen we dus nog altijd niet. Voorzitter, we moeten vandaag als Kamer de scherven rapen van het kabinet. Dat werd net al gezegd door de SP. Dit juridisch broddelwerk is zeer schadelijk voor het aanzien van het overheidsbeleid en onze democratische rechtsstaat. We mogen niet accepteren als Kamer dat het kabinet disproportionele spoedwetten door beide kamers gooit, omdat zij een tweede afgang bij de uitspraak in hoger beroep morgen zich niet kan permitteren. Het gaat hier om een lopende rechtsgang. Het kan niet zo zijn
dat als de uitspraak van de rechtbank het kabinet niet zint, zij in, behalve dat zij in allerijl in een hoger beroep gaat, met stoom en kokend water een afgeraffelde spoedwet door beide kamers probeert te loodsen, waardoor de avondklok in stand kan blijven, om het even wat het Hof besluit morgen. In plaats van de uitspraak van het Hof netjes af te wachten, zoals dat hoort in de rechtsstaat, waarin scheiding der machten, dus de trias politica, wordt gerespecteerd. Want waar we nu in beland zijn, dat is toch wel een verbluffend staaltje bestuurlijk spierballenvertoon. En dat allemaal ten koste van onze rechtsstaat. Voorzitter, het gerechtshof kwam de wens van het kabinet tegemoet door gehoor te geven aan de wens om de werking van de uitspraak van de rechtbank te schorsen. Dit geschiedde rond 8:30 in de avond, keurig op tijd om de avondklok van 9:00 te handhaven. Als men bedenkt hoe lang en wanhopig de gedupeerden in de kinderopvangtoeslagaffaire hebben moeten wachten bij de vele overheidsinstanties, waaronder de rechterlijke macht, dan mag diezelfde overheid in de gedaante van het kabinet zich wel bijzonder gelukkig prijzen dat het gerechtshof Den Haag zo welwillend stond tegen dit verzoek. En het beste kwam echter nog. Voor het kabinet was zelfs deze meegaandheid van het Hof Den Haag nog niet voldoende. In plaats van die enkele uren gedurende wraking en de behandeling van hoger beroep rustig af te wachten, maakte het kabinet zonder blik of blozen gebruik van zijn zeer unieke positie door beslag te leggen op de zendtijd van de NOS om in een persconferentie zijn op virologisch advies gebouwde standpunten in deze rechtsgang nog eens te herhalen, te herhalen, te herhalen. En het getuigt niet echt van een gelijk juridisch speelveld als het kabinet tussen de zittingen door een inhoudelijke persconferentie kan inlassen terwijl de burger dat podium niet heeft. Is dat eerlijk, vraag ik aan het kabinet. Heeft de burger dan nog wel een eerlijke kans? Voorzitter, het Hof in hoger beroep zal mogelijk het oordeel van de rechtbank in stand laten, maar het kabinet tijd en het kabinet daarmee tijd gunnen om de situatie te herstellen. En onze Kamer is een juridische pion geworden in het schaakspel van de coalitie, waarin maar één uitkomst mogelijk is. En dat is ten koste van alles de avondklok in stand houden. Opnieuw een spoedwet ter vervanging van de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Dat wil zeggen met de opmerkingen die gemaakt zijn daarbij genomen. Als basis voor de avondklok, zodat het vonnis in hoger beroep en spoedwet qua timing waarschijnlijk perfect zullen aansluiten. Dit kabinet wil ze gelijk halen en wel tegen elke prijs. Miskenning van het parlement en met eigenlijk totale minachting voor de burgers van Nederland. Samen tegen corona. Deze slogan van de overheid valt overal te lezen. Samen impliceert evenwicht en het impliceert proportionaliteit. Samen betekent ook dat we elkaar de ruimte gunnen. Juist waar grote verschillen van mening bestaan. We hoeven absoluut elkaars visies niet te delen. In de rechtsstaat die Nederland is, wil en moet zijn, is het wel zaak dat we op elk moment een gelijk speelveld voor alle partijen blijven scheppen. En dan helemaal in en rondom de gang naar de rechter. In haar nieuwe samenstelling moet de Tweede Kamer straks daarom nog veel meer gebrand zijn op de bescherming van de rechtsstaat. Daarom is er geen andere mogelijkheid om deze spoedwet vandaag dus controversieel te verklaren en netjes de uitspraak van het Hof af te wachten. Voorzitter, de Kamer moet aan de noodrem trekken. Er wordt namelijk een gevaarlijk precedent geschapen. We begeven ons als democratische rechtsstaat op een gevaarlijk hellend vlak. Dit kabinet kan aangenomen moties over het niet invoeren van de avondklok zomaar na zich neerleggen, kan in demissionaire staat een rechtszaak in eerste aanleg verliezen en in de tijd dat de schorsende werking van het vonnis van kracht is een spoedwet in elkaar rammelen die het in extremis mogelijk maakt om burgers permanent 24 uur per dag, 7 dagen per week binnen in hun huis op te sluiten zonder de proportionaliteit en de subsidiariteit van de maatregel überhaupt deugdelijk te motiveren. Dit alles vooruitlopend op de uitspraak in hoger beroep. Dat raakt onze rechtsstaat in het hart, voorzitter. Dit kunnen en mogen we als Kamer niet accepteren. Voorzitter, als de Kamer besluit om mijn verzoek om deze avondklok spoedwet controversieel te verklaren niet te steunen, zal ik uiteraard tegen de avondklok stemmen. Dat mogen duidelijk zijn. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land.
Het hangt voorzitter, in de lucht. Ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. We zijn ambtsgenoten.